Hier is de locatie. Het notariskantoor van notaris Reling in de nieuwe serie Zussen. Ik heet Johan Veenstra. Ik speel Faya Aardenburg. Saar is mijn naam. Ik speel Rolinde Veenstra. Het gaat over een kleine dorpsgemeenschap, Westerhoven. Mijn kleindochter neemt de boerderij over, is de bedoeling. En ik heb iets gedaan in het verleden, waardoor ik in allerlei toestanden terecht. En mijn kinderen ook. Wat kunnen we verwachten van de serie? Ja, veel denkwerk. Ik had zelf ook even nodig om te denken, wie is nou wie en wie is familie van wie? Dat wel, maar wel een spannende serie. Het is een streekroman. Waarin eigenlijk elke aflevering zo spannend is en wordt, omdat er steeds weer meer erfgeheimen aan het licht komen. Ah, lekker! Toppie! Het is toch ook een beetje een whodunit, dus ik kan er ook niet zo heel veel over verklappen waar het over gaat. We zijn nu in Beverwijk. Het zuurstofrijke Beverwijk Noord. En we draaien het notariskantoor. En hier komt mijn personage er dus achter dat ze nog twee halfzus blijkt te hebben. We zijn nu denk ik net over de hill. Het gaat goed te draaien. Het is superleuk. En je merkt altijd dat zodra de zon gaat schijnen, dat het altijd echt een stuk gezelliger wordt op de set. Maar het is gewoon heel goed voor de sfeer. Iedereen is vrolijk. En dan is het wachten ook helemaal niet erg, want je gaat gewoon lekker in de zon zitten. Grappig genoeg, omdat we dus zoveel op de boerderij aan het draaien zijn, ben ik helemaal nu down met farm life. Dus de schapen zijn aan mij gewend. En de echte boeren op die boerderij zeiden van, nou, je kan gewoon hier komen werken. Dus ik vind het echt heel leuk om op de boerderij te zijn en met die schapen te zijn. Wie kan er nou zeggen dat je vaak een schaap of een kalf als tegenspeler hebt? Ja, dat is toch geweldig werk. Maar er is één scène waaraan ik niet met groot plezier terugdenk. En dat is dat ik opgebaard lag. Ik sta graag op een begraafplaats in een serie. Liever in een serie dan in het echt. In Pinoza heb ik geloof ik al mijn kinderen begraven. Vond ik altijd leuk om weer naar die begraafplaats te gaan. Ja. Waarom moet je kijken naar Zussen? Omdat ik denk dat er niet alleen hele erg goede acteurs zitten in Zussen. Omdat het een serie is over familie, waarin onverwachte dingen gebeuren en veel verrassingen zijn. Ja, en los van dat natuurlijk heel erg spannend is om te volgen, zitten er ook soms misschien wel wat lichtere, droogkomische stukken er. In, zonder het een comedy te noemen, dat is het absoluut niet. Zussen is een serie die spannend is, met humor, met veel drama en met kortom alle elementen die je als kijker wel meemaakt als je naar een goede serie kijkt. Dus ik zou zeggen, kijk, spannend.